God damn. Lichtste wat ik ooit ben geweest, dat is 70 kilo. Ik ben dus ruim 30 kilo aangekomen met de volgende eiwitbronnen waar we zo over gaan hebben. Rond die 70 woog, die 70 kilo. Toen lag mijn PR deadlift zo rond de 120, dit gewicht. En op dit moment ligt mijn PR zo rond de 190. Alleen zoals altijd met powerliften, je bent zo sterk als je zwakste schakel. En op het moment heb ik een probleem met mijn deadlift en dat ligt hier. Mijn grip die is op dit moment gewoon niet fijn. Hij is niet fijn. En het is niet dat ik geen grip heb, maar het is gewoon geen fijne grip. Ik gebruik de hoekgrip, die gebruik ik al jaren, waarbij je vingers over je duim heen legt. En ik weet dat er inderdaad een mixgrip bestaat, et cetera. Alleen ik ben geen fan van de mixgrip, omdat je toch rotatie in het torso krijgt, de barbel iets hoger kan gaan hangen, scheef kan gaan hangen. Het is eigenlijk niet iets waar ik voorstander van ben. Misschien moet ik een keer gaan switchen naar die mixed grip, misschien ontkom ik er niet aan. Maar voorlopig wil ik nog iets anders proberen. En hoe ik dat wil proberen is met de hulp van jullie. Er zitten namelijk, denk ik, best wel wat mensen met meer ervaring of mensen die sterker zijn. Ik betwijfel hoeveel mensen er ouder dan mij zijn. Ik ben 28, maar ik heb altijd specifiek aan mijn rechterhand heb ik pijn. En dan gaat het om dit herkenbare stukje waarschijnlijk en tussen mijn vingers in. Tussen mijn duim en mijn wijsvinger in. Nu heb ik al mijn grip een beetje veranderd. Dat de druk iets meer op mijn pink ligt. Dus ik heb mijn grip een klein beetje gedraaid. Alleen daardoor zet je je pink natuurlijk wel harder aan het werk. En verlies je wel wat gripsterkte. Terwijl als ik hem gewoon kan beetpakken met mijn thumb grip, zoals wij die noemen, dan heb je een aanzienlijk stuk meer kracht. En nu verlies ik veel kracht door dat puntje. Het is ook alleen links en het irriteert me heel erg. Dus mocht jij een ervaren krachtsporter zijn, of gewoon iemand die de gouden tip heeft, laat even een reactie achter. Raymond, misschien moet je je handen, weet ik veel, insmeren met iets, schuren, weet ik veel. Noem er iets op als jij een goed antwoord hebt. Laat alsjeblieft even een reactie achter. Zou erg helpen. Deadlift zit erop. We gaan door. Achter mij heb ik de lijst met tussenhaakjes de beste eiwitproducten. En waarom zeg ik tussenhaakjes? Omdat er meerdere manieren zijn om te kijken of een product goed is. Wat is iemands perceptie van goed? In mijn ogen gaat het in deze video dus niet om dit eiwitproduct wordt beter opgenomen. Daar heb ik ook video's van. Deze video is gebaseerd op producten die per 100 gram een hoge eiwitwaarde hebben. Alleen die je ook kan toepassen in het dagelijks leven. Zoals jullie zien staat hier een hele lijst. Van magere kwark, cashewnoten tot uiteraard kip. Het getal erachter is de eiwitwaarde per 100 gram. Maar we kunnen deze lijst een heel stuk efficiënter indelen. Namelijk zo indelen, dan ziet het vak er al iets beter uit. Ik zal een beetje instructie geven. SSS. 'S ochtends, 's middags en 's avonds. Dit is een persoonlijk iets. Ik vind persoonlijk dat je alleen deze vier producten 's ochtends kan eten. Natuurlijk kan jij je zalm 's ochtends eten. Als je dat lekker vindt, ik zou het persoonlijk niet doen. Dus in mijn ogen, kwark, ei, eiwitshake, sojabonen. Dat zijn de vier producten die fantastisch zijn. Want je kan je 's ochtends, 's middags, 's avonds eten. Over het algemeen hurtekeze, cashew, zalm, tonijn, kip en rundvlees. Die zou ik persoonlijk alleen zelf 's middags en 's avonds.
Dit is hoe deze lijst er in mijn ogen uitziet. Maar hij kan nog beter. Want wij zien hier staan. Leeg vak. En met wat YouTube magic zien wij hier een niet leeg vak staan. 6 producten die je moet toevoegen aan dit alles. Volkorenbrood, zilvervlies rijst of volkorenpasta. Vind ik eigenlijk hetzelfde product. Havermout, optioneel nog kruisli muesli, etc. Groenten, alle soorten fruit, alle soorten groenten. En melk, halfvol, vol, net of je aan het bulken kutten bent. Als je deze 6 producten samenvoegt met de complete lijst achter me, dan hoef je eigenlijk nooit meer na te denken. God, zal ik vandaag eens eten? Is dit een gezond recept? Ja of nee? Dit is misschien basic. Alleen veel mensen op dit kanaal die willen simpelweg gewoon resultaat hebben. Hoef je niet al te ingewikkeld te maken. Neem al deze producten en je hebt een fantastisch recept. Vond je dit nou een interessante video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, tot streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.